Punch Powertrain is een ontwikkelaar en fabrikant van automatische transmissies. Wij hebben onze transmissies vooral gebaseerd op het CVT-principe. Dat staat voor continu variabele transmissie. CVT heeft als groot voordeel met zijn oneindig aantal versnellingen dat hij altijd de motor, de verbrandingsmotor, op het optimale werkingspunt kan brengen. Dat is een enorm voordeel voor CO2-emissie. Het is ook zo dat CVT daardoor bij uitstek geschikt is voor hybride toepassingen. En dat zien we nu ook. We zijn naast het fabriceren en ontwikkelen van de CVT ook bezig met een complete hybride powertrain. Daar hebben we ook een eerste betalende klant voor. Dat is CMC in Taiwan, China Motors. Die een grote automaker is in niet alleen Taiwan, maar ook met een aantal dochterondernemingen in mainland China. En naast de hybride hebben we ook een elektrische aandrijflijn ontwikkeld. Die we eerst in België gaan uitproberen via de proeftuin in het Limburgse. En waarbij we 50 Fords gaan ombouwen naar volledig elektrisch. We hebben een strategie ontwikkeld waarbij we de key componenten, en dat zijn die componenten waar onze specifieke know-how en IP in zitten, om die in België te maken, eigenlijk ten alle tijden, in ieder geval in Europa. En de assemblage en de niet-key componenten, die sourcen we in Azië. We hebben gekeken eind 2006, waar vindt nou de groei plaats? Europa was toen 2-3%. Amerika had al ongeveer nul groei en Azië groeide met 15%. En toen was het sommetje snel gemaakt. We hebben gezegd, we gaan naar Azië en vooral naar China. Vanuit China zijn we steeds breder gaan werken. We hebben nu een achttal klanten in China. Ondertussen hebben we ook een klant in Maleisië erbij, Proton, dat de grootste automaker is in Maleisië. We hebben een klant in Rusland en een klant in Amerika. GIMF is ingestapt in mei 2009, nadat eerst LRM was ingestapt als aandeelhouder. Mei 2009 zijn GIMF en Capricorn beide toegetreden als aandeelhouder. Een aantal sterke punten zijn met name het feit dat zij meedenken op strategieniveau. En dat is iets wat we zeer waarderen van de aandeelhouders. En wat we ook heel prettig vinden is dat de besluitvorming bij GIMF erg snel is. Ook een punt wat wij zeer waarderen is als GIMF gebeld wordt door ons, dat GIMF altijd de telefoon opneemt en altijd snel een antwoord geeft. In de toekomst verwachten wij van GIMF dat ze ons blijven steunen, ook met de kapitaalsbehoefte in de groei. We gaan door een enorme groei heen van meer dan een verdubbeling per jaar, wat toch het enorme behoefte geeft aan kapitaal. En we hopen dat ze ook echt zoals nu blijven meedenken op strategieniveau voor onze toekomst.